Bordje, zo, uh, zo zien. Uh, we gaan naar de doorgeefvraag. Want uh, dat doen we hier elke dag. Hè. We hebben tot aan de verkiezingen zo bijna elke dag een lijsttrekker hier door te geven. Doen we dat met een vraag, een prangende vraag van de een naar de ander. Gisteren zat hier Caroline van der Plas. En meneer Timmermans, uh, zij had deze vraag voor u. Beste Frans, wat mij opvalt is dat de GroenLinks-achterban zich heel erg aan het roeren is. Um, elke keer. En ik vraag me eigenlijk af wat is er met de P van de A-achterban gebeurd? U bent zelf een. Uh, P van de A, maar de P van de A lijkt eigenlijk helemaal verdwenen binnen GroenLinks-P van de A. Klopt dat? Is het GroenLinks, is het GroenLinks-P van de A? Dat vraag ik me af. Ja, grappig is dat Rob Jette juist vindt dat ik veel te rood ben en te weinig groen. Zij vindt dat ik te groen ben en te weinig rood. Kennelijk heb ik wel de goede balans gevonden. Ja, omdat we dus elke, van elke kant wel weer iemand. Ja, hebben. ja kijk, we, je, je, kan, je kan alleen maar uh, iets aan klimaat doen als je iedereen meekrijgt. En je krijgt alleen maar iedereen mee als het met iedereen beter gaat. Dus er is geen onderscheid tussen groen en rood. Als je groen wil zijn, moet je ook rood zijn en andersom. Ja, maar is er dan een percentage wat je iets meer bent of nee. is het echt gewoon 50-50? Nee, dat is ook niet 50-50. Het, het, het is niet meer uit elkaar te halen. Dat is ook een van de redenen dat we deze twee partijen dichter bij elkaar hebben gebracht. Hm. Mag ik daar toch wat over vragen? Want het is inderdaad, een eh, partijen zijn bij elkaar gebracht. Maar als ja. ik dan, nou goed, peilingen voor wat ze waard zijn. Uh, ik denk dat u daar toch een beetje tanden naar moet kijken. Want u gaat niet aan kop. Uh, dus kennelijk ja, die, die grote verandering, waarvan denk veel mensen van Partij van de Arbeid en GroenLinks hoopten dat die teweeg zou worden gebracht, die lijkt toch wel uit te blijven. Maar de peilingen minst, maar. zijn we met z'n tweeën wel groter dan uh, mm -hmm. bij de vorige verkiezingen individueel. En ja. uh, het kan nog steeds dat we de grootste worden. Daar zijn ja. ook alle peilers het over eens. Dus ik heb mm -hmm. nog een week. Om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ja en hoe gaat u dat doen? Ja, door ho Hopelijk uh, steeds meer mensen te overtuigen. En uh, zoals u ook berichtte uh, eerder vanochtend. Uh, jongeren steunen ons heel sterk. De meeste steun hebben we in de leeftijdsgroep 18 ja. tot 35. Dat is interessant, hè? Als we die hè? allemaal naar de stembus kunnen krijgen. dan gaan we een hele mooie uitslag gaan. Ja, dus u gaat vooral nu inzetten op die jonge kiezer. Jongen. Het is wel kiezer. interessant hoe dat werkt. Voor vrouwen viel... staat er ook in Nederland heel veel op het spel. Als, als het omzicht heeft om, om regeren met de SGP. dan. dan Komen toch vrouwenrechten echt in het gedrang? En als vrouwen dan ook de moeite nemen om voor hun eigen belangen op te komen bij de stembus, dan kunnen we een mooi resultaat gaan halen. U mag een vraag stellen aan degene die hier morgen zit: dat is Rob Jet van D66. Ja, mijn vraag aan Rob zou zijn: beste Rob, ga je samen met mij ervoor zorgen dat we kinderopvang net zo behandelen als basisonderwijs en dus een publieke dienst die gratis toegankelijk is voor iedereen? Dan kunnen ook meer mensen aan het werk in Nederland. Wat vind je ervan? Nou, die vraag is duidelijk. Ik wil daar toch wel direct een vraag over stellen. Want op zich zijn de, uh, is de insteek van mensen, ook het kabinet, dat ze die kinderopvang gratis wilden wilde maken. Maar dat blijkt onhaalbaar, omdat de mensen nu niet zijn. Dus hoe denkt u het wel voor elkaar ja, te krijgen? Ik, ik heb een ei-verhaal. Dus als je meer uh, kinderopvang hebt, kunnen ook meer mensen. Werken. Ik geloof dat op dit moment het gemiddelde aantal uren gewerkt is. Geloof ik 28 uur per week. Heel veel vrouwen zouden graag meer willen werken. Maar ik ken het ook uit eigen ervaring van mijn kinderen. De kinderopvang is zo duur dat je dan ja. compromissen maakt... ook met je werktijd. Stel dat we dat nou net doen als bij scholen. Basisschool breng je ook gewoon je kinderen toe. Dat we dat met de kinderopvang doen, daar kunnen vrouwen ja, maar... ook meer werken. Ja, maar Hebben mensen ze ook later een wel. beter pensioen. Ja, maar mensen willen het ook wel, dit gaat gratis maken. Maar als de mensen er niet zijn, wie gaat er dan op de kinderen passen? Als je vrouwen ook meer kunt laten werken, kunnen ook meer vrouwen maar, werken in de kinderopvang. Het Centraal Is... Planbureau dat uw verkiezingsprogramma heeft doorgerekend en die zijn over het algemeen vrij goed in het ontrafelen van kip-ei verhalen. Die zeggen nou de arbeidsmarkt is dermate krap dat het er wel eens toe zou kunnen leiden dat mensen vooral op een wachtlijst komen te staan in plaats van dat ze hun kinderen bij die opvang kwijt kunnen. En toch ben ik optimistischer. Als het een publiek, nu, nu moet er winst worden gemaakt. Uh, waarom? Je maakt in het onderwijs ook, uh, heb je ook geen winst Waarom maken ze er niet een publieke dienst van? Maakt aantrekkelijk voor mensen aantrekkelijk voor mensen om daar uh, te gaan werken. Als er meer kinderopvang is, komt er ook meer ruimte om die 28 uur op te tillen naar 32 uur bijvoorbeeld. Dan heb je ook veel meer mensen voor. Voor de arbeidsmarkt beschikbaar. Ik heb er vertrouwen in dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. En die kinderopvang moet gratis toegankelijk worden voor iedereen. Dat verandert echt. Dat alleen al voor het pensioen. Van vrouwen zou dit een enorm positief effect hebben. Dat pensioen gaat tussen mannen en vrouwen ja. is enorm. En dat komt omdat vrouwen door, door alle maar, uh, familieomstandigheden ja. gedwongen worden, veel te lang uit het arbeidsproces. Ja, te. Dat snap ik allemaal. Maar u garandeert dus dat de kiezers niet, gaan, uh, niet op wachtlijsten belanden, maar hun kinderen echt kwijt kunnen en ja, die kinderen opvangen. Kom, garanties kan niemand uh, geven. Nou ja, maar u zet het in uw verkiezingsprogramma. Ja, maar, maar, maar gar garanties, eh, eh, kom op. Niemand, niemand kan daar een garantie op zetten. Dus het is maar ik heb, de overtuiging, ik heb de overtuiging dat als je die beweging in gang zet, dat je dan ook meer mensen beschikbaar hebt op de arbeidsmarkt om te werken, ook in de kinderopvang. Laten we doorgaan naar de andere verkiezings.